gaat om mevrouw Ingrid Liet, de vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding over het nieuwe mediaplatform Baloo. De Bruine Beer, Jurgen Verstrepen tot mevrouw Ingrid Liet over het nieuwe mediaplatform en meneer Sas van Hoevela ook over dezelfde kwestie. Meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. Het nieuwe initiatief Baloo werd afgelopen weekend, mevrouw de minister, boven de doopvont gehouden. Ik heb het hier niet met de voorzitter over de Baloo uit Jungle Book, dat u ongetwijfeld af en toe herleest. Dat ik het niet heb over de Baloo uit het Jungle Book, dat u ongetwijfeld af en toe herleest of leest voor de kleinkinderen. Maar met de Baloo waarover we het hier hebben, mevrouw de minister, kun je onbeperkt tv-programma's opnemen en bekijken, herbekijken. Het is een Vlaams product en België is de eerste markt waar Baloo op wordt losgelaten. Afgelopen zomer lazen we dat Right Brain Interface NV, het bedrijf, voor Baloo 6 miljoen euro had opgehaald bij investeerders op de privémarkt, maar ook bij de Limburgse Reconversiemaatschappij en bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Als reactie op de start van Baloo overwegen zowel de openbare omroep VRT als de commerciële omroep VMMA, maar ik hoor intussen ook andere rechtenhouders, overwegen zij om stappen te zetten tegen deze nieuwe, zeg maar, collectieve videorecorder, want dat is het eigenlijk. Het bedrijf heeft geen akkoord met de televisiezenders, niet met één Canvas, VTM of 4, en daardoor bevindt Baloo zich in een grijze zone. Professor De Jonge, specialist communicatietechnologie, zei, ik citeer, het is flirten met de grens tussen wat mag en wat niet mag. Volgens het decreet signaalintegriteit dat we hier afgelopen zomer in dit parlement stemden, collega's, heeft Baloo ons inziens, tenzij de minister een andere interpretatie heeft, maar heeft Baloo ons inziens inderdaad een akkoord nodig van de omroepen vooraleer het programma's on-demand, dus op aanvraag, kan aanbieden. We zien dat Baloo, mevrouw de minister, ik rond af, meneer de voorzitter, met de steun van de Participatiemaatschappij Vlaanderen op de markt wordt gebracht. Dus het ene overheidsinstrument, de participatiemaatschappij, komt hier een beetje in conflict met een ander overheidsinstrument, namelijk onze openbare omroep. Maar gelukkig, mevrouw de minister, geluk bij een ongeluk, u bent voogdijminister voor de beide, vandaar mijn vraag. Dus voor de beide, voor zowel PMV als VRT, vandaar mijn vraag. Hoe kijkt u aan tegen dit conflict en wat is uw visie op het Baloo-initiatief? Meneer Verstrepen. Dank u, voorzitter. Meneer de voorzitter, het is niet de bruine beer, het is de blauwe beer. Even terechtwijzen, we zijn net bruine beren, het is voor de duidelijkheid. Laten we het hebben over de intrede van deze beer, die het medialandschap op scherp heeft gezet, collega's. In de plenaire vergadering van 10 juli 2013, hier in dit huis, heb ik gezegd, ik zal met een glimlach, mevrouw de minister, aanschouwen dat dit voorstel van decreet effectief van toepassing wordt en er nieuwe multiscreen toepassingen, maar niet van de distributeurs, aankomen. Waar zullen we dan in Vlaanderen staan? Ik vermoed dat we dan wel allemaal zullen beseffen dat we over iets gestemd hebben wat eigenlijk overbodig was. Et voilà. 4 maanden later kondigt zich het eerste initiatief aan waarbij heel de mediasector op scherp wordt gesteld en iedereen op de achterste poten gaat staan. Dus ik heb het al aangekondigd, ik heb het decreet signaalintegriteit helemaal doorgenomen nog eens. Voor de duidelijkheid, dienstenverdelers, artikel 108, paragraaf 1. En voorlopig, zoals het er nu uitziet, heeft u eerste conflict aan uw broek, mevrouw de minister. Ik wil het niet hebben over hoe je in de breedte moet discussiëren over content en de rechten van de zenders. En nu mag je nog blij zijn dat dit initiatief uit Vlaanderen komt, uit uw stad, uit Hasselt. Want daar zitten de initiatiefnemers. Maar technisch kan je er niet omheen. Dit is een videorecorder in de cloud. Niet meer, niet minder. Enkel mensen met een abonnement kunnen iets opnemen in de cloud. Nu kan u zeggen in Vlaanderen van we gaan de klok terugdraaien en iedereen moet een fysiek toestel hebben en een vaste verbinding, maar dat is verleden tijd. Ik ben benieuwd hoe we omgaan met dit dossier, hoe u daarmee omgaat, want uiteindelijk is het voor een deel uw politieke verantwoordelijkheid. Mevrouw de minister, mijn vraag rechtstreeks, heel eenvoudig in deze is, gaat u de VRT stappen ondernemen of is het decreet op de signaalintegriteit toepasbaar op collectieve videorecorders in de cloud? Dat is een heel eenvoudige vraag, dus ik vermoed dat u een zeer kort en duidelijk antwoord zal hebben. Meneer Verhoevela. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, u als mediaminister, wij als leden van de commissie Media en
bij uitbreiding wij allemaal natuurlijk hebben maar één belang hier te behartigen. Dat is het belang van de televisiekijker. En gelukkig valt dat vrij goed te definiëren, hè, dat belang van die televisiekijker. Eén, zo goedkoop mogelijk. Twee, met een hoge kwaliteit, kwalitatief zo hoog mogelijk. Drie, zoveel mogelijk zenders, zoveel mogelijk keuze heet dat dan. En vier, en daar gaat het ook een stukje over, je moet kunnen kijken wanneer het je schikt. En dan heb ik zo in een eerste reactie de indruk dat Baloo daar wel een stuk aan beantwoordt. Maar als de hele mediasector unisono zegt dat dit piraterij is, want daar komt ongeveer een reactie op neer, de distributeurs en alle zenders, dan moet er toch wel iets los zijn. Dus mijn vraag aan u is de volgende, en ze sluit beter aan op die van collega van Wilfried dan Jurgen. In het bedrijf dat Baloo uitbrengt, Right Brain Interface, participeert inderdaad PMV. In PMV zit uw kabinet en het kabinet van de minister-president, dacht ik. Zijn toch alleszins antennes die u moeten toelaten, antennes die u moeten toelaten om het signaal op te vangen van er is hier een probleem. Want van twee zaken één, ofwel is er een probleem en dan hoop ik dat het u gesignaleerd is geworden via de antennes die ik u schetste, maar u zult ze dan zo dadelijk dan weer leggen, schijnbaar. En dan vraag ik, wat was uw reactie? Ofwel is er niets gesignaleerd en dan is er schijnbaar toch relatief weinig aan de hand. Maar ik had graag uw positie gekend in dit dossier. Niet een positie van, dit is juridisch, de juristen zullen het wel uitmaken, ik vraag het aan u als politica. En niet in zin van, dit zijn onafhankelijke en autonome bedrijven, dat is hun zaak. Mevrouw de minister, u bent ook coach van het medialandschap en ik vraag u hier op te treden. Mevrouw Lieten. Ja, collega's, ik heb mijn licht opgestoken overal een beetje en ik wil u heel graag een heel duidelijk antwoorden, collega's. Op de eerste plaats misschien als mediaminister. We hebben hier de voorbije jaren, en vooral ook denk ik een stukje op aanvuren van mij, samen het debat gevoerd, hoe gaan we onze eigen Vlaamse zenders, onze productiehuizen, ons eigen talent kunnen doen groeien. En hoe gaan we ervoor zorgen dat het ecosysteem gezond blijft, niet tegenstaande dat er nieuwe technologieën komen, dat er nieuwe spelers op de markt komen. En in dat verband hebben we heel duidelijk stelling genomen en gezegd, iedereen die iets maakt, die programma's in de ether brengt, die moet daarvoor een stukje het eigendomsrecht van die persoon moet een stuk beschermd blijven. En daarom hebben we hier, denk ik allemaal samen, het decreet signaalintegriteit gestemd, om dat nog eens duidelijk in het medialandschap te vertalen. En dit dossier bewijst dat het nodig is om dat eigendomsrecht goed te onderbouwen en te vertalen. Dit dossier bewijst, collega's, dat er effectief hele veranderingen komen, dat er nieuwe technologieën komen die ten gunste van de gebruiker zijn, die het mogelijk maken voor mensen om op alle mogelijke manieren te kijken naar tv, waar geen enkel probleem is, dat is een vooruitgang. Maar wat er wel een probleem is, is wanneer men de rechten niet keurig en correct afspreekt met de zenders. En wat mij betreft, en ik heb een beetje in het dossier gekeken, als je het mij vraagt, valt dit volledig binnen de scope van het decreet signaalintegriteit. En ik zal een paar elementen aangeven die mij daarin sterken. Baloo heeft in haar eigen communicatie en op haar website het steeds over tv kijken. En ze maken ook reclame voor het live tv kijken naar zenders. Dat is toch iets anders dan een videorecorder ter beschikking stellen in de definitie, denk ik. Ze communiceren ook over het zenderaanbod met de logo's van de verschillende zenders erbij op haar eigen website. Ze vragen ook, ze verkopen niet alleen een zogenaamde videorecorder, maar ze vragen ook een lidgeld dat je maandelijks moet betalen. En dat geeft toch ook eerder aan dat het niet alleen over een product, maar ook over een dienst gaat. En ze zeggen zelf dat ze zich positioneren als een concurrent van Stevie. En Stevie is ook door de zenders in de markt gezet als een dienstenverdeler. Dus als ik gewoon wel even kijk naar wat ik op de website kan vinden, denk ik, wat mij betreft, op het eerste licht, dat het volledig binnen het toepassingsgebied van het decreet signaalintegriteit gaat. Meer nog, maar ik hoop dat jullie dat, heren, want nu ga ik een vraag stellen naar jullie, ik hoop dat jullie dat bevestigen. Hè, wat mij betreft geeft de feitelijke analyse op het eerste zicht weer dat het binnen het toepassingsgebied van het decreet valt. Uiteraard zal men daar juridisch verder over gaan nagaan.
Maar ik hoop dat jullie bevestigen, en dat zou goed zijn, moest iedere fractie hier bevestigen, dat het in ieder geval altijd de geest van de wetgever geweest is om niet alleen de huidige dienstverleners, maar ook de over-de-top dienstverleners in de scope van de wetgeving te bevatten. En dat zou al heel wat, denk ik, klaarheid brengen als iedere fractie in dit parlement dat ook bevestigt. Dus in die zin wil ik zeggen, er is niks mis met Baloo. Het is fantastisch dat een bedrijf nieuwe innovatieve technieken op de markt brengt. Er is ook niks mis mee dat onze financieringskanalen zoals PNV en LRM daarmee in investeren. Maar het initiatief moet zich wel houden aan de wet en moet dus ook die wet toepassen en zal dus ook een vergelijk moeten vinden, wat mij betreft, met de zenders om die nieuwe dienstverlening op de markt te brengen. Meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. Ik ben het helemaal oneens met collega Verstrepen. Als hij zegt dat Baloo een blauwe beer is, dat is niet zo, collega. Baloo is een bruine beer. Er bestaan allerlei blauwe diertjes, collega, dat weten we. We hebben de blauwe borst, we hebben de blauwe voet, we hebben het blauwe konijn. Maar geen blauwe beer. Het is een bruine beer. Mevrouw de minister, toen we het decreet signaalintegriteit voorbereiden, wisten we dat de technologie inderdaad doorgaans sneller gaat, sneller evolueert dan de regelgeving. De commercie is altijd sneller dan de politiek. Dus dat is ook hier zo. Voor zover dat nodig was om dat bewijs te leveren, is het nu geleverd. Ik deel uw analyse dat het zeker de bedoeling was van de decreetgever om alles te vatten in het decreet. Niet alleen de bestaande, maar ook de nieuwe aanbieders. Dus wat dat betreft kijken wij uit naar de verdere evolutie van dit dossier. Meneer Verstrepen. Ja, natuurlijk eerst een dienstmededeling. Dank u voor de tekst van Baloo de bruine beer. De bruine beer is het niet, want de bruine beer is een dikke beer. Die zit hier nu niet, maar die is smaller geworden. En de bruine beer die weet waar het honingpotje staat. Ja, dat zou wel kunnen kloppen, maar ik denk dat een blauwe beer toch veel dynamischer is dan een bruine beer en niet zo conservatief, zeker in media. Laten we duidelijk zijn, mevrouw de minister. U vraagt hier een engagement van alle partijen in een dossier. En ik vind dit een beetje gevaarlijk. Maar bon, u bent voor één keer dapper. Ik vind dit gevaarlijk als u niet weet hoe juridisch een uitspraak over geveld kan worden. En u zegt al, ik verwacht toch dat alle fracties erachter gaan staan. Ah wel, nee. Zolang dat er geen juridische uitspraak is in deze, ga ik nergens achter staan. Ik zeg u nog beter, want u zegt het is een piraterij, het is illegaliteit. Wel, met mijn informatie blijkt dat de auteursrechten, de billijke vergoeding die Baloo moet betalen, dat ze die netjes gaan betalen. We hebben het hier inderdaad over een videorecorder, want u zegt het is live kijken. Nee. De mensen, het is wat technisch, af en toe mist u de bocht dan, hè, maar het is technisch. Dat betekent de mensen die een abonnement hebben op televisie, die kunnen kijken en opnemen. En opnemen, dat is de essentie van dit verhaal, mevrouw de minister. Dit is een Vlaams initiatief, en ik ga afronden, meneer de voorzitter. Wat als dit vanuit het buitenland komt, want dan staat u nergens als het naar een offshore verhuist. Wat gaat u doen in het verlengde? Want dan moet u, als u dit aanpakt, mevrouw de minister, dan moet u ook de smart TV's aanpakken, met hard devices aan boord. En nu stop ik echt, meneer de voorzitter, en alle media drives. En ik zou willen weten of de minister zo ver durft gaan. Oké, dat is de vraag. Meneer, nog iets te vroeg, voorzitter. Mevrouw de minister, daarjuist keek u nogal verbaasd toen ik zei dat uw kabinet, maar ook het kabinet van de minister-president, toch vertegenwoordigd zijn in PMV. Die verbazing hoeft u niet te tonen. Meneer Van Hoevenwaard. Ik heb ondertussen de website even van PMV opengezet op mijn iPhone. En ik ga de namen niet ontbloten, maar ik zie daar volgens mij twee kabinetchefs op staan. Eentje van u en eentje van de minister-president. Maar nu los daarvan. Het gaat mij over het signaal natuurlijk, hè, mevrouw de minister. Het signaal dat zowel uit PMV als uit de mediasector zou kunnen komen. Uit de mediasector is het gekomen. Namelijk van, ho, stop, dit kan niet. Is er ook zo'n signaal gekomen vanuit PMV, van we investeren hier in een bedrijf, dat het dan toch niet te nauw neemt met het decreet? Dat is één, dat was mijn eerste vraag. Twee, ik ben het met u eens, de perimeter is de ruime perimeter, dus dat zal ons niet scheiden. En ik ben het ook met u eens als u zegt, ik zeg, het eerste belang is uiteraard het consumentenbelang, het belang van onze televisiekijker.
Maar natuurlijk moet dat in evenwicht gebracht worden met andere belangen, zoals de belangen van nieuwe spelers en oude spelers die binnen een decreet zich moeten houden aan de spelregels. Want anders gaat het natuurlijk niet werken. Maar dus in die zin bevredigt mij het antwoord niet helemaal, omdat ik nog altijd niet heb gehoord. Hebt u nu dat signaal gekregen via uw vertegenwoordigers of niet? Wie wenst aan te sluiten? Ik hoef eigenlijk niet te kijken, ik weet zo wie tussenkomt. Meneer De Koene. Dank u, voorzitter. Als ik me even mag richten tot meneer Verstrepen. Dit slaat toch alles, hoor. Dit breekt toch alle records, hoor. U heeft, wij hier allemaal unaniem een decreet gestemd. En u vraagt nu aan de minister om uit te leggen wat u hebt gestemd. Dat is geen gedrag van een beer, dat is gedrag van een ezel. En als je dus een klein beetje ambitie hebt met je eigen decreet, dan zou je er niet, laten we zeggen, smalend over doen, maar je zou er fier over doen. Je doet dus, als ik even mag... Meneer De Koene. Als ik even mag... Meneer De Koene. Ik lees in de notulen... Meneer Verstrepen, alstublieft. Meneer De Koene heeft het woord. Ik lees vooral in de notulen dat je dat hebt meegestemd, zowel in commissie als in plenaire, en dat je nu vraagt aan een ander om uit te leggen wat je eigenlijk hebt gestemd. Ten tweede, dat je smalend doet over uw eigen decreetgevend werk. Allee, het kan tellen. En ten derde, eigenlijk zijt hier nog de belangen van de Vlaamse kijker, nog van de Vlaamse omroepen aan het verdedigen. Want eigenlijk zegt je, eigenlijk via een verdoken manier, zeg je, dit decreet is niet van toepassing. Dan stel ik u een vraag. Stel dat het niet van toepassing zou zijn, hebben we dan de moed misschien door een kleine wijziging zelfs het decreet aan te passen, zodanig dat het alomvattend is. En dus moeten we geen moed vragen van de minister, maar wij kunnen hier ook het decreet en dus de wet maken. Meneer Caron. Dank u wel, voorzitter. Mijn anarchistische geest heeft altijd een neiging bij dat soort initiatieven om te zeggen, joepie, is iemand de kantjes van de wet eraf loopt en laten we daar allemaal als kijker van profiteren, zoals meneer Van Roeverwa zegt. Maar eerlijk gezegd, zo gaan we natuurlijk ook, gaat het ook niet lukken. Hè? Dus ik wil namens mijn fractie, mevrouw de minister, omdat u het zo drukkelijk zegt, twee dingen zeggen. Ten eerste, het is een bewijs dat het decreet niet anti-Telenet of anti-Belgacom was. En dat, ik ben daar blij om. Want de piraten, daar zitten niet de problemen. Die problemen zijn op andere plekken en er zullen er nog veel komen in het land. Dus dat is een bekommernis die ik deel. Maar wat ik wel ongerust over ben, is dat natuurlijk de rand tussen signaal op die manier met uitgesteld kijken toelaten en toestellen, apparaat, moest nu, Baloo, bestaan uit een vaste prijs, zoals een video of een digicorder, hè, een apparaat, met een vaste prijs, eenmaal betaald, altijd profiteren, zou het dan een videorecorder zijn. Dus we moeten wel maken dat we die gaten, eventuele gaten, in onze eigen regelgeving dicht. Meneer Juxel. Dank u, voorzitter. Om in de dierenwereld te blijven, ik denk dat we dit dossier niet als een paard met oogkleppen moeten bekijken, collega's. Mevrouw de minister, ik denk dat het niet aan ons is om uit te maken of dit geval onder het toepassingsgebied van het decreet valt. Ik denk dat daar andere instanties zich moeten over uitspreken. En in die zin vind ik het een goede zaak, een eerste testcase voor het decreet dat wij hier allemaal samen hebben gestemd. En vanuit onverwachte hoek, want eigenlijk verwachtte men de problemen bij Telenet en Belgacom, en nu is er een totaal andere speler. Maar ik heb hier twee zaken. Eén, er is een internationale en Europese evolutie die wij absoluut niet kunnen tegenhouden. En dus in dat verband zou ik zeggen, we moeten niet naïef zijn. En twee, ik denk dat we ook innovatie in dit gebied ook moeten ondersteunen. Innovatie moeten wij ondersteunen. U bent ook minister van Innovatie. Dus we mogen niet vergeten dat een Vlaamse ondernemer met dit project op de proppen komt. Dus ik denk dat we die mensen moeten ondersteunen. En zeker als het gaat over nieuwe technologieën, moeten we niet protectionistisch zijn. En we moeten hier ook trots op zijn dat zulke zaken ook door Vlaamse ondernemers op de wereldmarkt worden gezet. Meneer Wiene. Ja, dank u, voorzitter. Het wordt behoorlijk verwarrend. We hebben een bruine beer gehad, een blauwe beer. Op het kiel is er nog altijd een paarse beer, heb ik vernomen. Dus er zijn meerdere beren in het spel. Maar het antwoord van de minister doet mij een beetje meer denken aan, om toch op het verhaal terug te komen, de slang K. Het is wat een sluw antwoord. Want als ik u goed begrepen heb, mevrouw, heeft u gezegd van ja,
Ook dit initiatief valt onder het decreet signaal integriteit. Maar als we dan verder kijken, stellen we toch ook vast, durf ik zeggen of durf ik vermoeden, en ik hoop dat u dat in uw antwoord zal bevestigen, dat ze dan niet conform dat decreet zijn, want ze hebben geen toestemming of akkoord met de omroepen. De vergelijking met Stevie gaat niet op, want die betalen bijvoorbeeld distributievergoedingen aan de betrokken omroepen. Dus dan vraag ik mij af hoe zoiets tot stand is gekomen, want u laat een beetje uitschijnen aan collega Van Roever, wat met PNV hebben wij weinig te maken of niets te maken. U bent nog altijd voogdijoverheid over die PNV. En dan heeft die PNV eigenlijk iets gefinancierd dat niet conform de wetgeving werkt. Hoe reageert u daarop? Goed, mevrouw Lieten. Collega's, jullie stellen me toch echt wel een beetje teleur, of sommigen onder jullie. Hè. Dit dossier is een innovatief dossier. En het is heel goed, dat heb ik ook straks gezegd, er is niks mis met dat dossier. Het is fijn dat in Vlaanderen nieuwe technologie ontwikkeld wordt. Het is fijn dat nieuwe bedrijven initiatieven nemen. En dat die ook uiteindelijk diensten op de markt brengen die het kijkersplezier gaan verhogen. Daar is niks mis mee. En het is goed dat onze investeringsinstrumenten zoals PNV en LRM daar op basis van hun eigen onafhankelijke expertise hebben geoordeeld om daar een stukje een financiering voor te geven. En als u dan zelf, meneer Wiene, en ook meneer Verstreep en ook meneer Van Roever was het daar een beetje in te jongleren, ja, jullie willen dan eigenlijk zeggen, ja, maar jij als minister had dat investeringsdossier moeten tegenhouden. Dus wat jullie eigenlijk suggereren is, hè, dat ik als minister mij zou moeien, dat wij de onafhankelijkheid van de investeringscommissies van LRM en PNV, dat ik als minister daar zou moeten gaan kijken in de dossiers die zij naar voren brengen en daar een opportuniteitsbeoordeling zou over gaan brengen. Nu breekt mijn klomp echt waar. Hè? Nu breekt echt mijn klomp. Ik dacht dat het juist van belang was dat wij onafhankelijke investeringsmaatschappijen hebben die niet gepolitiseerd zijn en die of onafhankelijk op basis van hun investeringscomité's die beslissingen brengen. En die beslissingen, collega Van Roever, als u zich goed had geïnformeerd, zijn zelfs niet op de raden van bestuur gekomen, zijn door investeringscomité's gebracht. En als u de integriteit van de leden van de raden van bestuur moet in vraag stellen, dan moet u dat vooral hier doen, maar dan krijgt u mij wel op uw pad. Ik vind het niet correct dat je de leden van de raden van bestuur van PNV of LRM, dat je die hier gaat in hun integriteit in vraag stellen. Dat zijn onafhankelijke investeringscomité's en die werken zo. En die hebben, wat mij betreft, niks verkeerd gedaan. Wat ik wel zeg is dat ieder bedrijf zich moet houden aan de wet. En wij hebben hier heel specifiek een wet signaalintegriteit gestemd. En dat was net de bedoeling om voor dit soort initiatieven te bepalen dat onze Vlaamse zenders, onze Vlaamse productiehuizen, onze Vlaamse acteurs en auteurs een stukje beschermd zullen worden in hun auteursrecht, in hetgeen wat ze creëren. En dat iedereen dan mag gaan uitzenden op alle mogelijke platformen op voorwaarde dat men akkoord heeft met de zenders over de rechtenverdeling. En dat was niet tegen Telenet of tegen Belgacom. Sommigen hebben dat altijd zo willen zien, maar we hebben altijd gezegd, je moet vooruitkijken naar de nieuwe technologieën die op ons afkomen. Je moet vooruitkijken naar het feit dat er andere internationale spelers komen. En dus we moeten nu in Vlaanderen onze eigen identiteit, onze eigen creatieve sector, daar een stukje in beschermen. En dus vandaarom hebben we ook die definities zo gemaakt dat ze ruimer zijn. En dus wat ik hier zeg is dat ik vind dat dat duidelijk onder de scope van het decreet valt. En ik vraag jullie niet om te zeggen of dat juridisch correct is of niet. Ik vraag jullie wel om te zeggen of het de bedoeling van de wetgever was, van dezelfde wetgever die hier zit, dat het inderdaad de bedoeling was om de scope zo te definiëren dat ook dit soort initiatieven daaronder vallen. En dat is geen juridische analyse, dat is gewoon om te zeggen van iedere fractie, dat was onze bedoeling. En ik kan u zeggen, wat mij betreft, was dat wel degelijk de bedoeling. En dus concreet wil dit zeggen, bravo voor een nieuw bedrijf, bravo voor innovatie, bravo voor het feit dat men eigenlijk een nieuwe technologie op de markt wil brengen die het voor de kijkers goed maakt, maar men moet de wet respecteren, wat mij betreft, en men zal dus ook moeten een akkoord maken met de zenders. En als u dan weer al vraagt, meneer Wiene, wat gaat u doen? Ja, nu moet ik twee keer zeggen, nu breekt mijn klomp. We hebben toch nog altijd in Vlaanderen de scheiding van de machten. Het is toch niet de minister die in een contractuele relatie tussen twee partijen gaat tussenkomen. Het zijn die partijen die de wet moeten respecteren. En als één van de partijen vindt
dat de wet niet gerespecteerd moet, dan gaat men naar de rechtbank. En dat zal, veronderstel ik, een van de mogelijkheden zijn. En dus in die zin, collega's, ben ik daar heel klaar en duidelijk in. Wat mij betreft een goed initiatief, maar men moet de wet in respecteren, ook het decreet op de signaalintegriteit. Slotopmerking, meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, het was inderdaad, u hebt het gezegd, het doel van het decreet signaalintegriteit was duidelijk dat de distributeurs de omroepen zouden vergoeden om ook in de toekomst nog eigen kwalitatief hoogstaande en door de kijker gesmaakte, dat weten we, eigen producties, eigen Vlaamse producties die duur zijn, dat weten we ook, om die te kunnen blijven aanbieden. Dat was de bedoeling van het decreet en de geest van het decreet was zeker zo dat alle aanbieders hieraan zouden bijdragen en niet alleen Belgacom en Telenet. We willen dat zeker niet discrimineren, dus goed, dat wil ik graag bevestigen als u mij dat vraagt. Inderdaad, de juridische discussie, dat is een andere. En daar, denk ik, zullen we samen moeten afwachten hoe dit dossier verder loopt. Dank u wel. Meneer Verstrepen. Mevrouw de minister en uw verdediger, u weert zich als een duivel in een wijwatervat. Voor socialisten hoor dat niet graag, maar bon, het is nu zo. De wet respecteren, ik hoor uw betoog. Ik zeg u, uw wet rammelt. Uw wet is niet voorzien op deze toestanden. U roept scheiding der machten. U roept scheiding der machten. Zou een scheiding der macht niet zijn dat u, vooraleer dit juridisch is uitgeklaard, niet zou oproepen in dit halfrond dat alle fracties positie moeten innemen dat dit piraterij is? U veroordeelt een Vlaams initiatief ten gunste van de kijker, ten gunste van de consument, die niet meer moet betalen om zijn eigen lievelingsprogramma's te kunnen herbekijken, zij het technisch via de cloud. Ik zou het op prijs stellen dat u geen uitspraken doet in deze, dat u rondfietst, zoals u al 4 jaar doet. Dat zou veel beter zijn. En ik heb nog één boodschap voor onze geliefde commissievoorzitter, afrondend, meneer de voorzitter. Het zou u sieren dat u zich niet verlaagt tot ordinaire scheldpartijen van de beestenboel die we hier al hebben gehad, maar dat u zich beperkt tot de inhoud van het onderwerp. Meneer Verhoeven. Mevrouw de minister, collega Van Dalen stelde ook een vraag rond PMV, dus uw ergernis kunt u dan straks misschien ook even delen met uw coalitiepartner, dat is één, maar dan twee. Of dat het nu een bruin of een blauwe beer is, zal mij op zich zorg wezen. Alhoewel, ik opteer bij deze voor de bruine beer, omdat ik u allen, en u bijzonder, mevrouw de minister, iets wil voorlezen. Want die bruine beer in het verhaal van Mowgli, van het Jungle Book, die zong daar ook. Die had heel wat liedjes, maar ik ga u één klein liedje brengen. Ik ga het niet zingen, want ik kan niet zingen. Nee, ik kan niet zingen. Maar de boodschap die erin zit, gaat u zeker delen. En dat delen we hopelijk met z'n allen. En dat is de volgende. Wat zegt hij? Want je moet weten, Baloo is degene die in feite Mowgli aan de hand pakt en doorheen de jungle begeleidt, maar daarbij ook Mowgli op geregelde tijdstippen in gevaar brengt. En dan zegt hij, wat je van beren leren kan, dus je moet zelf maar de muziek erbij denken, van slimme beren leren kan. Iets wat je echt proberen moet, is hoe je profiteren kan. Want daar weten beren veel meer van. En beren zijn als leraar beren goed. Dus mijn vraag en mijn verzuchting naar u als minister is, let op de honing. Goed.